zichzelf verstopt voor de rest van de wereld. Echt in alle rust is ze bezig geweest en dan komt ze met deze explosie. 4-12-09. 4-12-09 is het de kloppen tijd. Kom op, Yvonne Rijen. 4-12-09. Sneller, 4-12. Jawel! 4-11-94 en nu weet ze het. Op zaterdag 2 maart was het 25 jaar geleden dat Yvonne van Gennep werd gehuldigd op de Grote Markt. Yvonne van Gennep had in 1988 3 gouden medailles gewonnen. Haarlem 105 sprak met Ad Timmers en Lau Hogewerf over hun belevenis van die dag. Ad Timmers, jij was destijds hoofdbode hier op het stadhuis. Kun je je nog herinneren dat Yvonne die plakken won? Zat je voor de tv? Ik was nog geen hoofdbode toen de tijd. Ik was normaal bode, hoewel normaal bode. Het mooiste vak van de wereld, zeg ik altijd. Ja, uiteraard voor de buis gezeten, dat zeker. Ik bedoel, alle wedstrijden gevolgd en op tape vastgelegd, want het zijn historische momenten. En toen won ze die plakken en toen, u was op het stadhuis, hoe gaat zoiets dat ze denken, nou, we moeten er gaan huldigen? Nou, er is een team onder leiding van Elisabeth Smits toen de tijd, de fantastische burgemeester, met Rob Spies samen van Bureau Representatie. En ja, die hebben met nog een aantal mensen de koppen bij elkaar gestoken om toch even heel snel iets in elkaar te flansen van een ontvangst. En waar stond u zelf toen de huldiging plaatsvond? Kunt u dat aanwijzen? Ja, we hadden een groot podium, plak voor het bordes. En waar vele bruidjes en bruidegommen naar binnen zijn gegaan. Of bruidsparen, laat ik het zo zeggen. Daar hadden we een bordes neergezet en nou, daar liepen we zo op. En daar kwam het hele gevolg ook bij. Vader en moeder, Yvonne uiteraard, Elisabeth, hele college. En u heeft het dus ook gevolgd vanaf dat bordes? Ja, ja. Op een gegeven moment zijn we ook weer naar binnen gegaan. Want toen was er een prachtige taart binnengekomen met een schitterende mooie tekening. Yvonne een beetje uitgebeeld. Die hebben we naar buiten gebracht, tafel neergezet. En daar is de taart op een gegeven moment ook aangesneden door Yvonne. Kreeg van de toenmalige gemeentesecretaris Harry Kamphuis een beulzwaard. Dat ligt in de kamer van de gemeentesecretaris hiervoor, midden in het raam. Die even schoongemaakt, denkbeeldig met tissue. Daar heeft ze de taart mee aangesneden en ook het publiek mee laten genieten van een heerlijk stuk taart. Nou ja, dat ging op een gegeven moment mis. Want iedereen kreeg een stukje? Nou, dat net niet, maar er waren wel mensen die diverse stukjes ontvingen. Want het stukje taart werd op een beetje vreemde manier werd het opgevangen. Dus het spat er totaal uit elkaar. Het was een hele hilarisch moment. En u zei al, het was een van de mooiste momenten uit uw leven. Ja. Hoezo? Kunt u dat nog een beetje beter beschrijven? Nou ja, kijk, als je met dit werk bezig bent, dan maak je diverse dingen mee. Je hebt natuurlijk ontzettend veel mooie dingen van huwelijksplechtigheden, ontvangsten van hoog tot laag, hè, koninklijke huizen en dergelijke, ministers en dergelijke. Ja, dat je daarbij betrokken mag zijn door je werk, door je vak, dat is gewoon ontzettend mooi. En ben je hier nog bij betrokken? Nou, schitterend. Fantastisch. Het is niet met woorden te beschrijven als je al die mensen ziet. Ik ben Lau Hogewerf en ik was destijds bestuurslid bij de IJsselclub Haarlem. Dat was de tijd dat Yvonne bij ons van jong meisje bij Winterkoninkje, dus de jeugdactie bij IJsselclub Haarlem, doorschoot naar het gewest Jong Oranje en vervolgens de kernploeg. En op nationaal en internationaal niveau ging presteren. En zag u meteen dat ze zo goed zou worden? Nou, ik was bestuurslid en wij hadden prima trainers, die hadden dat goed in de gaten. En die doen er van alles aan om haar op een hoger niveau te krijgen. En op een gegeven moment komen ze natuurlijk op nog betere trainers. En dan krijg je dus het niveau waar ze uiteindelijk haar Olympische medailles ging verdienen. Maar dat was destijds best onverwacht dat ze die medailles won. Ja, nou, dat was onverwacht, dat klopt. Maar je moet zo zien, ze was natuurlijk daarvoor best op landelijk niveau en ook Europees niveau behoorlijk hoog aan het scoren. Dat komt niet opeens uit de lucht vallen natuurlijk, dat wel. Maar omdat iedereen dacht dat die Oost-Duitse dames zouden winnen? Ja, dat was toen de tijd, we praten over Karin Kania, Andrea Erich en was er nog eentje. Die wonnen altijd. Het was altijd met die Oost-Duitse vrouwen. Dan had Nederland bij voorbaat verloren, zeg maar. En opeens komt daar uit het niets. Yvonne was daarvoor wel, had griep gehad. Dus dat had een beetje het idee van, nou ja, ziek geweest. Nou, wordt dat nog wel wat. Maar de grap was eigenlijk dat ze zoveel rust had gekregen. Misschien wel daardoor. Dat ze boven verwachting ging presteren. En dan nog die Oost-Duitse vrouwen verslaan. Nou, dat was natuurlijk super, dat is geweldig. En dan voelde u als lid van de ijsclub waar zij dan toch is opgegroeid? Ja, wij waren hartstikke trots als bestuur, uiteraard. Ook een beetje gouden medailles?
Nou, dat is wat zwaar aangezet. Maar wat we wel hebben gedaan is bijvoorbeeld in ons clubhuis bij de ijsbaan. Hebben we dus een Yvonne van Gennep galerie. Dus er hangt een foto van haar met de twee pakken. En er hangen dan kopieën bij van de gouden medailles. En er zitten een paar borden onder. En die borden die geven alle tijden van de nummers 1, 2 en 3 de plaatsen. En ook haar zeg maar nationale, Europese en wereldtitels. Die staan er allemaal bij. Dus dan hebben we er op die manier... Een soort van ereplek gegeven, ja. En heeft u ooit nog zoiets meegemaakt als die huldiging niet? Nee, dat hebben we nooit meer meegemaakt. Nee, dat klopt. Op vrijdag 1 maart was het feest Smack in het Patronaat. Smack is een feest voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar oud. Haarlem 105 was erbij. We zijn er ooit 5,5 jaar geleden mee begonnen toen. Zelf een doelgroep zou ik vandaag. Nou, we missen een vet feest voor deze leeftijd. En toen zijn we naar het Patronaat gegaan en toen hebben we een feest bedacht in het heet Smack. Alcoholvrij voor 13 tot en met 16 jaar. Ja, en dat hebben we toen een beetje uitgezet ook weer. We hebben in verschillende steden gedaan. Natuurlijk in Haarlem, maar onze eerste uitbreiding was in Bloemendaal. Daar konden we op het stand, dat was heel leuk bij vroeger. En daarna hebben we ook nog Hilversum en Hoofddorp. En Amsterdam, Purmerend. Dat zijn een beetje locaties waar we zijn geweest en waar we ook succes hebben geboekt. Ons aandeel in Smack is eigenlijk alles, aangezien wij allebei 50% Smack zijn. Hoi, ik ben Marciano en ik vertegenwoordig Smack met mijn gezicht. Mensen kennen mij omdat ik veel Twitcams heb gegeven. Ik heb meegedaan aan Popstars. Ik hoop echt niet dat jullie het nu laten zien. En ik ben het halfbroertje van Gladys Kees. Wat ik hier voornamelijk doe is de mensen, de jongeren, helemaal ophitsen om helemaal los te gaan. En het lukt wel aardig. Ik heb er ook best wel ervaring mee, omdat ik zelf als 13-jarig jongetje hier tussen sta en ik heb het een beetje zien gaan gebeuren. En nu ben ik 20 jaar en nu dacht ik, weet je wat, ik kan het zelf ook wel. En toen ging ik voor Smack werken. Ik ben de backstage manager van Smack. Ik zorg ervoor dat er altijd genoeg Red Bull en appelsap in de koelkast staat. En water natuurlijk. En handdoeken. Dat is mijn taak. Ik ben Tom Ensler, preproductie. Meer eigenlijk niet. Oh, ik ben Gus Dekker. Ik doe visuals bij Smack. Zoals de videomapping die jullie vaak zien op de kubussen die wij gemaakt hebben. En daar maak ik dan zelf in CMFUD hele vette dingen op en dan om jullie te vermaken. En ik doe dit al 3,5 jaar. Ruim 4 jaar. En Beer en Tom ook. Ja. En we hebben het onwijs wel zin in, het is super gezellig. Ik zit hier met DJ Brahmas, hoe vond je het gaan? Goed. Vond je het lekker gaan? Heerlijk. Wat was het moment dat je dacht, oké, ik ga lekker? Nou, op het moment heb ik deze duim nog wat eigenlijk. Nee, wat hè? Ja. Je vond de jongeren lekker op je ingaan? Ja, jongeren die gaan sowieso lekker hier op z'n mening. Als u vorige week heeft gekeken naar het Haarlems kwartier, dan weet u vast nog wel wat de Haarlem Shake is. Ook bij Smack gingen ze Haarlem shaken en die gaan we nu zien. Wat een laatste horen!
Ik sta hier met mijn zonnebril op onder de eerste zonnestralen van de naderende lente. We staan hier op de boulevard van Zandvoort. En omdat het hartstikke mooi weer is en het officieel nog winter is, willen we toch eens gaan kijken wat er allemaal al speelt hier op het strand en op de boulevard van Zandvoort. Ik kan me voorstellen voor jou dat het vandaag geen straf is om te werken. Nou, een straf. Ik zou zelf ook wel lekker over het strand willen lopen. Maar het is ook wel fijn om het wat drukker te hebben dan de afgelopen dagen. Als je dus moet werken, dan is dit weer, dit is dan nog wel te doen. Het is beter dan in ieder geval kou en gewoon niks te doen. Ja. Ja. Hey, en merk je ook nu de zonnestralen onwijs zijn doorgebroken dat het een stuk drukker is geworden? Ja, zeker, zeker. Want zaterdag, en dat is nog een weekenddag, stond er echt geen één auto op deze hele boulevard. En vandaag op een gewone dinsdag, een beetje zon erbij, dan is het al meteen 10 keer zo druk. En het soort mensen, heb je al veel toeristen gezien? Ja, best wel veel Duitsers alweer. Maar nog niet zo extreem als in de zomer natuurlijk. U bent lekker aan de wandel met uw hond? Ja, dat is niet mijn hond, maar het is de hond van mijn secretaresse. Oh, dat heeft ze mooi bedacht. Ja, die delegeert aan mij, dus dat is eigenlijk precies zeg maar andersom. Maar ik kan me voorstellen met zo'n weer dat het eigenlijk nog helemaal niet zo erg is om even met de hond te gaan wandelen. Ik vond het niet zo'n straf hoor, dus ik dacht ik ga naar het strand. En zij heeft een hond en die heeft op de zaak, dus ik zei nou, dat neem ik niet mee. En woont u in de buurt hier? Ja, in de buurt, Arnhout. En komt u vaak hier op het strand met het mooie weer? Eigenlijk niet zo heel veel. Dat is het gekke als je in de buurt woont, dat je dan toch te weinig eigenlijk naar het strand gaat. Dus dat zou ik vaker moeten doen. Door het mooie weer is jullie terras al aardig volgelopen. Sinds wanneer zijn jullie eigenlijk open gegaan? Mei 2010. Mei 2010, dus ja, jullie zijn überhaupt niet open, ja. Oké. Maar dan zal je nu wel merken, denk ik, nu het echt een van de eerste mooie dagen is, dat het toch een stukje drukker zal zijn dan toen het wat kouder was. Ja, dat, nou ja, op zich, ja, nu zit iedereen buiten. Dus ja, qua drukte is het, ja, natuurlijk, het is altijd iets meer. Maar ja, dat, qua lunches is het eigenlijk altijd wel... Wel druk bij ons, alleen ja, nu zit iedereen lekker in het zonnetje. Geef ze groot gelijk. Is voor jullie ook wel lekker werken binnen en buiten? Zeker. Ja. Ja. Nog iets warmer, dan lekker met slippertjes, korte broek. De zonnestralen zijn weer aangebroken. Was dat voor u een reden om vandaag open te gaan? Ja, zeker, het is heel lekker weer, dus daar moeten we van profiteren. En bent u al meerdere dagen open geweest dit jaar? Ja, een paar keer op zondag. Zelfs een zondag in januari. Het was 12 graden, het zonnetje scheen. Was ik er ook al bij. En zijn de mensen dan alweer happig op ijs? Ja, heel erg. In het voorjaar altijd meer dan in het najaar. Hè? Als het in het voorjaar 10, 12 graden is en de zon schijnt, dan hebben ze zin. En als het in september 18 graden is, dan is het over eigenlijk. Dan hebben ze alweer te veel ijs gegeten. Ja, zo werkt het, ja. Oké. En straks in de zomer, staat het hier dan helemaal vol op het plein? Ja, als het echt mooi weer is, dan staat er een hele rij. Ja. Vanuit het strand van Zandvoort zijn we dan nu naar Haarlem gegaan, naar de terrasjes, om te kijken hoe de mensen hier van het mooie weer genieten. Hoe zijn jullie vanmorgen opgestaan toen jullie het gordijn opendeden? Heerlijk. Zin in de dag. Vrolijk. Ja. Ja, vrolijk. Vrolijker dan anders? Ja. Nou, gisteren even vrolijk, want dan was het ook al zo lekker weer. Maar het is wel een stuk makkelijker opstaan ja, met dit weer. Veel makkelijker dan vorige week, de week daarvoor, de week daarvoor, de week daarvoor. Dus jullie zijn zeker wel toe aan de lente. Ja, het is begonnen toch? Je hebt gezien hoe mooi weer het is vandaag. Heb je nog plannen voor vanmiddag? Nou ja, ik heb wel wat plannen. Zometeen met een vriend even lekker op het dakterras gaan we een drankje doen. En want het is niet altijd mooi weer in Nederland. Dus wel genieten als het er is natuurlijk. Dus je hebt al helemaal bedacht wat je vandaag gaat doen. En bewust ook met de zon, met het mooie weer. Daar ga je nu al van genieten. Ja, want als het min 5 is, zit ik niet op het dakterras. Dus het is lekker weer nu. En het is natuurlijk ook zo dat het zo koud is geweest en dat het nu weer lekker warm is. Dus ik ga er inderdaad wel van genieten. Ja. Nou, zoals we hebben kunnen zien zit het in Haarlem ook wel goed met het mooie weer en de terrasjes. Ze zitten alweer helemaal vol. En ik denk dat ik ook er maar mee ga stoppen en ook een heerlijk terrasje ga pakken nu het nog kan. Dankjewel en tot ziens.